Aardig in rouw. Nou, wilde deze bekant hier. Eet smakelijk, Bree. Wat hebben de pensionado's gedaan? Voor de thuisblijvers, ik weet het wel, maar... Mooi. Ja? Een hele droevige 4-1 nederlaag. Ja? Onterecht, geflatteerd? Nee, jammer genoeg ik kan die woorden niet gebruiken. Nee? Was terecht? Ja, was droevig. Ja? Dat heb je ook gedaan. Wel eens in zo'n seizoentje. Dan, Is dit die ene wedstrijd? Ik hoop het. Coach Van Houten, sorry, ik kom zo bij je terug op de reen. Coach Van Houten, sluit je aan bij de woorden van André? Ja, het was een krachteloos pensionado elftal dit keer. Met hangen en wurgen 11 man op de been weten te brengen. Dat is zonde. In een jaar dat je moet knokken tegen degradatie, dan heb je juist iedereen nodig. En mag wel zeggen dat de 11 mensen die vandaag de mooie reis naar Pijnakker hebben gemaakt, zich een beetje in de steek voelen laten door de andere pensionado's. Dat doet pijn. Maar uiteindelijk, jongens, het is weer zaterdag en volgende week pakken we de draad erop. Ja, lekker patatje toch? Hè? Ja, precies. Hey, 4-1, dat lijkt één hoogtepunt. Er is gescoord. Al twijfelen sommigen of die bal over de lijn was of niet. Ja, er zijn geen camerabeelden van. Nee. Alhoewel, DSVB wel lijntechniek heeft. De eerste ploeg. Die uitslag hebben we nog niet genomen. Maar dat lekker in, hè? De scheidsrechter stond wel netjes op het lijntje. Dat er lekker in. Hij stuipte een leuke onderkantje lang. We probeerden daar nog in alle macht om slotoffensief te maken. Maar de scheids zag dat ook al gebeuren. En die vloot gelijk een minuutje daarna. Ik denk aan de andere kant, we hadden nog een uur door kunnen spelen. Ja. We hadden het 4-4 nooit geworden. Dan, het was hem niet vandaag. Okay. Helder verhaal. We kijken wat er staan morgen uit Piet Bar lekker te eten. Jos Heringa. Twee stukken. Dit hier. Spaan, oei. Losse blik. Geslagen, hè? Ja, klopt. Het F2 gedaan. F2 heeft gewonnen met 2-1. Netjes. Werd een keer tijd. Leuk, hoor. Nog slotakkoord houdt. Dree. Nee, prettig weekend. Proost.